Stoomvaste. Stoomvaste Radio. Voor u. Voor jou. Voor ons allemaal. Ja, dag dames en heren. Welkom bij een speciale uitzending van Karakter. Het programma over politiek en maatschappij op Radio Stoomvaste. Mijn naam is Stuart Kinshuis en ik ga praten met ingenieur Glenn Wise Jr. Met zijn stichting Can I Dream houdt hij op vrijdag 24 juni het evenement Kitty Kotti 1873. Verbinden door te verbreken. En dat wordt gehouden in Theater De Veste in Delft. Meneer Wise, welkom in Karakter. Goedemorgen, goedemiddag, goedemiddag Stuart. U wilde bijna zeggen goedemorgen, maar... Ik weet het, ik ben al zo lang bezig. Ja. Oké, nogmaals welkom. Meneer Wise, hoezo een slavernijfestival in Delft? Heeft Delft een slavernijverleden? Jazeker. Zoals veel steden in Nederland kent ook Delft een slavernijverleden. In de 17e eeuw was Delft ook, of was de VOC moet ik zeggen, de grootste werkgever in Delft. Ja. En ook als je vandaag de dag in het oude centrum van Delft rondloopt, een prachtig centrum, ik kom zelf ook uit Delft. Ja. Je staat er niet bij stil hoeveel panden nog bepaalde VOC-verwijzingen hebben. Ja. Kent u een bepaald pand waar u meteen naar kunt verwijzen? Ja, zeker. Het oude, ik meen dat het oude legermuseum was. Dat was een VOC-loodsopslagplaatskantoor. Ja. En zo zijn er meerdere. Er zijn echt meerdere. Er is een dame, Nancy Jouwe. En zij verzorgde tours in de binnenstad van Delft om mensen te laten zien van hey, naast die mooie panden die er nu zijn, waar we allemaal van kunnen genieten, er is ook een ander verhaal wat nog niet voldoende verteld wordt. En dat is hoe die panden gefinancierd zijn, ja. Mede uit het slavernijverleden. Ook Delft heeft echt een slavernijverleden wat dat betreft. Ja, oké. U gaat een... mag ik trouwens je zeggen? Of, natuurlijk. Gaat een festival houden, organiseren samen met jouw stichting Can I Dream. Maar wat gaat er precies gebeuren? Welke acts komen er bijvoorbeeld? Ja, precies. Nou, om te beginnen bij dat festival. Wij zijn de eerste partij in Delft, stichting Can I Dream, die... Een Kitty Kotti programmering aanbiedt in de Delftse binnenstad als in de Delftse buitenwijken. En we vinden dat belangrijk om dat te doen. In de binnenstad hebben we inderdaad op 24 juni hebben we theatervoorstelling. En op 1 juli in de buitenwijken hebben we echt een Kitty Kotti bijeenkomst met een herdenking en ook een viering. Ja. Nou, als we het hebben over de 24ste in de binnenstad, Theater De Veste, hebben wij dus vanuit Can I Dream Producties een theatervoorstelling geproduceerd waarin Kitty Kotti centraal staat. En dat doen we met onder meer dans, dat doen we met onder meer... er is een bassuinkoor, er zijn dames in klederdracht, spoken word. Wat dat betreft wordt het een waanzinnige voorstelling. Ja. Die we ook belangrijk vinden dat we... Dat zoveel mogelijk mensen ervan komen genieten, of ze nou voorkennis hebben over de slavernij of niet. Dat maakt ons niet uit. Iedereen die er naartoe komt, gaat ongetwijfeld geïnspireerd weer naar huis. Dus dat is ook het doel van de avond. Dus het is niet alleen bedoeld voor Afro-Surinamers, maar voor elke bevolkingsgroep die geïnteresseerd is in dat verleden. In dat gedeelte verleden. Exact. Ja? Exact. Want precies wat je zegt, dat verleden, het is het gedeelde verleden. Het is onze gemeenschappelijke geschiedenis. En we vinden daarom ook belangrijk om mensen van alle geuren en kleuren, maar ook alle leeftijden, alle achtergronden, om ze in het theater te hebben. Omdat iedereen zich wel met een stukje van het verhaal van die geschiedenis kan identificeren. Veel mensen zijn zich niet bewust van de gruwelheden van de slavernij. Omdat het ook niet op school gedoseerd wordt. Tenminste niet voldoende, naar mijn mening. Andere mensen... zijn zich niet bewust van hoeveel verzet er was tijdens de slavernij. Veel mensen denken dat 1 juli 1863 dat vrijheid gegeven is. Maar vrijheid is niet gegeven. Vrijheid is bevochten. En wie waren die vrijheidsstrijders dan? Die vergeten verzetstrijders, zoals wij ze hebben genoemd. Nou, daar leert men wat over.
En uiteindelijk is het natuurlijk ook de afschaffing zelf. Hoe ging dat eraan toe? Ja, ik wil daar even op aansluiten, want dat staat ook in de titel. Veel mensen die weten iets over de slavernij en dan is dat die datum 1 juli 1863 in hun geheugen gegrift. Maar jullie sluiten aan op 1873. Kan je daar even een verklaring over geven? Correct. Ja, de titel van de voorstelling, volgens mij hebben we die nog niet eens genoemd, dat is Kitty Kotti, 1873, verbinden door te verbreken. Nou, ja? Wat dat precies betekent, dat merken we tijdens de voorstelling. Maar die 1873, dat is natuurlijk een heel interessant onderwerp, datum, onderwerp nu van discussie. Want inderdaad, 1 juli 1863... dat is de dag dat in de West, dus in de Suriname en de Antillen, de slavernij is afgeschaft. 1 juni 1860 overigens was het in de Oost, 3 jaar daarvoor, dat weten ook veel mensen niet. Maar als je teruggaat naar Suriname... Met de Oost bedoel je Indonesië, dat soort... Indonesië, Indonesië. Dus ook in die kolonie was er sprake van slavernij. Maar als we het even terugbrengen naar Suriname, 1 juli 1863... De slaafgemaakten die toen middels 21 kanonschoten hun vrijheid werd gegeven. En gegeven zeg ik even tussen aanhalingstekens, want het is bevochten. 10 jaar lang werden ze nog onder staatstoezicht geplaatst. Ja. Waarbij velen van hen, de meeste van hen nog tegen bijna identieke omstandigheden op diezelfde plantages moesten werken. Dus de vraag is dan, is de afschaffing van de slavernij inderdaad 1863 zoals het in de geschiedenisboeken staat? Of is die 63 een soort van schijnvertoning, omdat ze nog 10 jaar lang op diezelfde plantage werkte tegen soortgelijke omstandigheden? Ja. Nou, wij gaan uit van die 1873 vanwege die reden die ik zojuist genoemd heb. Ja, oké. Helder. Mm-hmm. Daarnet heb je het al gehad over voor wie dat festival specifiek bedoeld is. Maar ik, in het voorgesprek haalde ik eruit dat vooral jongeren welkom zijn. Klopt dat? Ook, en dat is het mooie ervan. Kijk, als je even kijkt naar die line-up Stuart. Op die flyer zie je een van onze parels, een van onze Surinaamse parels, theatericoon Jetty Maturin. Ja. Jetty Maturin is sinds jaar en dag is zijn grootheid in de Nederlandse theaterscene met Taante, de karakter, maar met verschillende voorstellingen die ze heeft gedaan. Het feit dat Jetty Maturin zich hieraan heeft verbonden, dat zij een van de acts is of de host van de avond is, dat stemt ons bijzonder gelukkig als stichting. Want dan weet je gewoon, het is van goede kwaliteit. Het is iemand die zich niet zomaar aan alles verbindt. En dat doet ze dus wel hieraan, omdat ze het idee onderschrijft. Ja. De andere persoon op die flyer die je ziet, dat is Delfts toptalent Julia Jouwe. Ja. En die twee praten als het ware de verschillende acts aan elkaar. Dus wat ik net noemde, hè, dans. Er zijn trouwens ook acts uit Rotterdam bij. Dames in klederdracht. Een Surinaamse bassuinkoor. Nou, allemaal fantastisch. Ja. Maar als je kijkt naar die twee, Jetty Maturin en Julia. Jetty is een bigisma. Is een dame. Ik zal niet zeggen op leeftijd, want ik wil Jetty niet tekort doen. Maar het is een bigisma. En dan snap je wat ik bedoel. Julia is een twintiger. Nou, daartussen, dat is precies zeg maar de generaties die we willen bereiken, van jong tot oud. Ja. Sommige mensen willen zich meer aangetrokken voelen tot Jetty, andere mensen zullen meer herkennen in Julia. En we willen ook die verschillende perspectieven tussen die verschillende generaties, die willen we ook aan bod laten komen, weet je wel. Want onze voorstelling is gericht op A, bewustwording, B, educatie en C, plezier. Ja. Dus al die verschillende elementen die hebben we terug laten komen in onze voorstellingen en de verschillende acts. Ja, precies. Wat ik ook heb begrepen is dat dat evenement, dat begint niet pas in de zaal, als je daar bent aangekomen in dat theater, maar eigenlijk begint het al ver daarvoor. Kan je daar iets over vertellen? Klopt. Ja? Kijk, Stuart, wij geloven heel erg in de reis van de bezoeker. Dus normaliter op het moment dat jij in theater binnenkomt, en je ziet het maar al te vaak, je betaalt je kaartje, je hangt je jas op en je kijkt om je heen van, ken ik iemand? Ik ken niemand. Oké, waar haal ik een drankje? Oké, en dan wanneer kan ik naar binnen? En weet je, het is best wel onwennig en dat willen wij niet. Op het moment dat je bij Kitty Kotti 1873 binnenkomt, vanaf dat moment ben je al in de voorstelling.
Okay. We hebben een bijzonder, bijzonder randprogrammering in de foyer. Waarbij een expositie is zelf gemaakt. Er is natuurlijk eten. Ja, een expositie van? Hoe ziet het er verder uit? Wat zie je dan? Ja, nou, het is een expositie over de geschiedenis van slavernijverleden tot aan nu. Dus daar kunnen mensen zeg maar de verschillende panelen bekijken. Ik wil natuurlijk niet te veel verklappen, daarvoor moet je echt komen. Maar het is iets wat een eye-catcher is. Het is iets waardoor je geïnspireerd raakt. En het is ook iets waar je waarschijnlijk dingen ziet die je nog niet eerder hebt gezien, of dingen te weten komt die je nog niet wist. We hebben daarnaast werken we ook samen met het Stadsmuseum Delft Prinsenhof en Stadsbibliotheek Delft Doc. En zij stellen bepaalde, we noemen dat conversation pieces, ter beschikking. Dus artifacts uit het verleden of boeken uit het verleden, op basis waarvan je met elkaar het gesprek aan kunt gaan over slavernij en de nabijen van de slavernij. Dus het is eigenlijk begint, zeg maar, die voorstelling begint dus al in de foyer. Dat is de opbouw, dat is eigenlijk het voorgerecht. Ja. Nadien, op een gegeven moment ga je die zaal binnen en dan kom je bij het hoofdgerecht. Dan kom je bij die voorstelling zelf, met wat ik net noemde, met Jetty en Julia en de verschillende acts die daar zijn. We hebben ook een dansact, twee Rotterdammers, dus dat is sowieso fantastisch ertussen. En aan het eind van die show stopt het ook niet. Nee. Dan ga je weer terug naar de foyer en dan krijg je je toetje. En je dat toetje, is? Daar ga ik nu nog. Nou ja, dan gaat het door. De muziek speelt, er is eten, dan gaan de gesprekken dan moeten die gesprekken nog meer plaats gaan vinden. Want dan heb je en je voorgerecht en je hoofdgerecht gehad en nagerecht. Ga je nu met elkaar over hebben van oké, wat gaan we nu doen met elkaar? Waarmee ga ik naar huis en wat is mijn volgende actie? Dus ja. Het is een ongekende avond. Het kwart over zeven begint het. En als je niet oppast, ben je zomaar tot 12 uur zoet. Oké, ik hoor je elke keer de woorden voorgerecht en nagerecht bezigen. Je houdt van eten, hoor ik zo. Maar wat is er daar zo'n beetje te eten? Zijn het Surinaamse gerechten? Wat kunnen de mensen daar krijgen? Ja. We hebben een prachtige cateraar gevonden die... Kijk, we vinden het belangrijk dat het... dat je niet lang in de rij hoeft te staan. Soms kom je ergens en dan moet je 2 uur wachten bij ze spreken voordat je je maaltijd hebt. En tegen die tijd heb je alweer geen honger. Dus bij ons is het belangrijk goede Surinaamse hapjes, waarmee je niet lang in de rij hoeft te staan, maar waarbij je wel lekker kunt genieten van je eten, zodat je dan ook van de programmering in de foyer kunt genieten. Ja. Dus daarom hebben we saté's, lumpia's, sauto. En nog één, waar ik dan nu even niet... Saté, lumpia, saul en de gevulde barra. En gevulde barra, dus oké. Het klinkt allemaal heerlijk en nog meer één voor mensen om te gaan. Maar er is ook een goed doel aan verbonden, heb ik begrepen. Want jullie doen het niet zomaar. Kan je daar iets over vertellen, dat goede doel? Ja, zeker. Kijk, wat we belangrijk vinden is dat de mensen die aanwezig zijn, dat ze een prachtige avond hebben. Dus dat is één. Ik bedoel, en voor het geld dat ze betalen. Normaal is een theatervoorstelling 20, soms 30 euro. Nou, bij ons zijn die kaartjes 10 euro. Maar belangrijker dan dat nog, is dat de opbrengsten van de avond, dat die overhandig worden aan een goed doel, wat in lijn is met het thema. Dus te maken heeft met slavernij. Ja. Slavernij verleden van Delft. En de avond zelf gaan we onthullen wat dat goed doel is. Dus je komt binnen, je betaalt je kaartje, je geniet van de hele avond en uiteindelijk hoor je op de avond waar je vervolgens ook aan hebt bijgedragen. En dat vind ik zelf heel nobel, dat als je zelf kunt genieten, maar terwijl je geniet bijdraagt aan iets moois, dan heeft het een soort van dubbele waarde. Dat vind ik ook belangrijk voor de bezoeker, maar ook voor ons als stichting, de ambitie die we hebben om dat goede doel op weg te helpen. Ja, maar dat dubbele zit hem dan toch wel ook een beetje in het feit dat je nog niet kan onthullen welk goed doel het is. Want dat had ik graag willen weten, maar, daar kan je niks over zeggen, begrijp ik uit je woorden. Nou, niet meer dan wat ik zojuist zei, dat het niet zomaar een goed doel is van...
Help Glenn de Winter door. Dat niet. Ja. Het is een goed doel wat te maken heeft met het thema van het slavernijverleden. Oké, dus Glenn de Winter doorhelpen, dat zal dat zal niet gebeuren. Nee. Daar heb ik al mijn dekentjes voor. Oké, waar kunnen de mensen meer informatie vinden over dit evenement op vrijdag 24 juni om 6:15 in Theater de Veste? Is er een website? Zeker. Als de mensen gaan, de luisteraars gaan naar www.canidream. Can I Dream is Engels voor kan ik dromen. Ja. canidream.nl/kittykotti aan elkaar. Dan kom je op de website. Dus ik herhaal www.canidream. Can I Dream aan elkaar. www.canidream.nl/kittykotti. Dan kom je op de website, dan lees je informatie en dan kan je direct je kaarten bestellen. Die kaarten gaan snel, is ons verteld, nu vanuit de theater. Dus ik zou ook zeggen, wacht niet te lang als je interesse hebt. Maar om ook de luisteraars van jullie tegemoet te komen en ook het blijk van waardering te laten zien, schenken we ook nog graag 5 kaartjes ter waarde van €50. Aan jullie luisteraars. Oh, dat is aardig van jullie. Dus, ja, maar hoe gaan we dat vormgeven? Want je schenkt ze. Het zo dat de mensen nu mogen gaan bellen en dan krijgen ze 5 kaartjes? De eerste die komt, die krijgt een kaartje? Ja, dat denk ik. En ik denk dat we zoiets moeten doen. Dat mensen inderdaad of kunnen bellen of kunnen mailen met je. En aangeven van, goh, ik zou graag een kaart willen krijgen omdat met de motivatie. Ik weet van een andere club, zij hebben het verloot onder leden. Dat kan ook. Het kan bij je ook zijn die het eerst komt, die het eerst maalt. Ja. Hoe we het doen, ik denk dat jullie daar net wat meer zicht op hebben, maar ik vind het belangrijk dat jullie 5 kaarten krijgen en beschikbaar gesteld krijgen voor jullie luisteraars. Oké, dus mensen nog even niet mailen of bellen voor die kaartjes, want we gaan dat nog even vormgeven samen met de directie van Standvaste hier. Maar in ieder geval 5 kaarten die zijn beschikbaar gesteld door de stichting Can I Dream van meneer Glenn Wise, ingenieur Glenn Wise. Uit Delft. Nog heel even voordat ik je laat gaan over die stichting Can I Dream. Want die bestaat nog niet zo lang, heb ik begrepen. Maar jullie doen al een heleboel. Kan je even verklaren of duiding geven aan die stichting, alsjeblieft? Ja, zeker. Ja, Can I Dream is staat dus voor kan ik dromen. En dat is precies wat we doen en waar we voor staan. We zijn 5 jaar geleden zijn we opgericht. Ik ben een van de oprichters. Ik ben directeur van de stichting Can I Dream. En we zetten ons in op talentontwikkeling van jongeren vaak uit kwetsbare wijken. En dat we zijn in 9 steden actief in het land, waaronder ook Rotterdam met de lokale Rotterdamse partner. Ja, kan je die andere steden ook even noemen, alsjeblieft? Ja, zeker. Dus we zijn in Den Haag, Rotterdam, Utrecht, Leiden, Leidschendam, Voorburg, Delft natuurlijk, onze vaste plek. Groningen ook. Dus we hebben echt een behoorlijk landelijke dekking. Ja. Waarmee we echt jongeren tussen 12 en 27 in hun investeren. Vaak ook nog in aanvulling op werk of aanvulling op onderwijs. Dat doen we met rolmodellen. Dat doen we met jongeren iets terug laten doen voor de maatschappij. We doen aan community building. Dus het is heel dankbaar werk. Heel belangrijk werk in deze tijd. Vooral omdat de mentale, fysieke gezondheid van jongeren of andersoortige uitdagingen dit soort stichtingen nodig heeft om of behoefte om daarin te blijven investeren. Ja. En dat doen wij dus ook. En daarnaast doen we ook nog kunstprojecten, community art projecten. Dus dat we kunst inzetten in de buurten om buurten te verfraaien, om buurten mooier te maken, om de identiteit van de buurt uit te kunnen dragen. Dat doen we ook. En uiteindelijk de laatste tak, dat is Can I Dream Producties. Waar we muziekproducties maken, documentaires maken, evenementen produceren en theatervoorstellingen. Dus ja, we hebben hele. Ja, en dat Can I Dream Producties dat deel van jouw stichting die dat theaterevenement op 24 juni organiseert. Exact. Het is onze derde theaterproductie, dus
Elke keer wordt het groter, elke keer wordt het beter. En dit is natuurlijk ook Stuart, als je zo'n onderwerp kan produceren, als ik als regisseur van die voorstelling met zo'n onderwerp, daar moet je waardig mee omgaan. Het is een verhaal van onze voorouders, het is de gemeenschappelijke geschiedenis, het is een verhaal van de strijders, van de verzetshelden, die we op een waardige en discrete manier over moeten kunnen brengen aan de bezoeker. En dat is een rol die ik heel serieus neem. En dat is iets waar ik me eigenlijk heel bevoorrecht in voel, dat ik dat op 42-jarige leeftijd daadwerkelijk kan doen. Dus ik kijk er enorm naar uit om het om de 24e met elkaar tot een succes te maken. Oké, dankjewel Glenn Weiss dat je zo inzet voor dit verleden. Dat te maken heeft met het slavernij en de viering, het herdenken van die slavernij. Nogmaals, het is op vrijdag 24 juni om 7:15 begint het in Theater de Veste in Delft. En de kaartjes die zijn eventueel te verkrijgen op www. Kan je het even aanvullen alsjeblieft? www.canidream.nl/kittykotty. Oké, ja. Glenn, heel veel succes op 24 juni. Maak er iets moois van, zou ik zeggen. En wellicht spreek ik je later nog een keer in de uitzending over... Lijkt me leuk. Ja? Lijkt me leuk. Stuart, dank je en groetjes. Ik ga afsluiten, dames en heren. Dit was Karakter weer, in dit geval met ingenieur Glenn Weiss. En het theaterfestival dat hij gaat organiseren in Theater de Veste. Het evenement over slavernij. Dit was het weer, tot de volgende keer. Je luistert naar Standvaste Radio. Heb je ons gemist? Check ons op standvasteradio.nl.